Dus welkom allemaal, welkom bij het laatste deel van Unit Operations 2. Ik ga een klein stukje verder met de verdampen waar we vorige keer gebleven waren. En daarom begin ik even met een klein stukje herhaling. Maar goed, ik heb hier een verdamper, die bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Ik heb hier een verdampingsruimte waar een vloeistof in zit die ik aan het concentreren ben. En ik heb een warmtewisselaar waar ik een verwarmingsmedium door laat lopen. Waarbij de warmte overgedragen wordt naar de verdampingsruimte of naar de vloeistof die in de verdampingsruimte zit. En daar gebruik ik structureel symbolen bij. Ik heb hoofdletters F, V, L en S voor het massadebiet van die stromen. X gebruik ik altijd voor een massafractie, T voor een temperatuur en H voor een entropie. En eigenlijk voor de totale entropie in die stroom zitten. En dan zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet een kleine letter H en je ziet een hoofdletter H. Nou, de hoofdletter H, dan bestaat die totale entropie uit meerdere termen. Met een kleine letter H bestaat die totale entropie uit één term. En je kunt de vorige video, de vorige les even terugkijken om te zien hoe die precies opgebouwd zijn, waar die uit bestaan. En je kunt hierbij dus een aantal balansen opstellen. De eerste twee zijn massabalansen. Een daarvan is de totale materiaalbalans. Dan kijk je alleen maar naar de massa van jouw voeding, jouw dampstroom en geconcentreerde vloeistof. En dat komt omdat je geen stofoverdracht hebt tussen jouw stof, jouw vloeistof dat je aan het verdampen bent en het verwarmingsmedium dat je gebruikt om de warmte toe te voeren. En daardoor is de totale materiaalbalans F is V plus L. De voeding is de dampstroom plus de geconcentreerde vloeistofstroom. Ja, bij de materiaalbalans kijk je naar de opgeloste component. En die component zit niet in de uitgaande dampfase, zit alleen maar in de voeding en in de geconcentreerde vloeistof. En de deelbalans is dan F keer XF is gelijk aan L keer XL. Dan kun je een entropiebalans opstellen over dit proces. En de balans die ik hier heb staan is een herschreven entropiebalans. En die heb ik zo herschreven dat je kijkt naar de overgedragen warmte en de opgenomen warmte. De overgedragen warmte is namelijk het warmteverschil tussen het ingaande verwarmingsmedium en het uitgaande verwarmingsmedium. En opgenomen warmte is het verschil tussen de som van de entropie in de geconcentreerde vloeistof en de dampstroom en de voeding. Want de voeding is dan de ingaande stroom en de dampstroom en de geconcentreerde vloeistof zijn de uitgaande stromen. En dat ziet er dan zo uit, S keer HS min S keer HS. Nou, hoofdletter HS, omdat de ingaande verwarmingsmedium heb je nog stoom in een dampfase. En kleine HS, omdat het uitgaande verwarmingsmedium heb je gecondenseerd stoom. Goed, dus die S keer hoofdletter HS min S keer kleine letter HS is dan gelijk aan V keer hoofdletter HV. Dus L keer kleine letter HL min F keer kleine letter HF. Nou, het mengsel in het vat en het mengsel wat het verdampingsvat verlaat, dat is een geconcentreerde vloeistof, maar over het algemeen heeft dat mengsel een hoger kookpunt als dat je zuiver solvent hebt. En die kookpuntsverhoging die kun je meenemen in een vergelijking dat TL, de temperatuur van de geconcentreerde vloeistof, eigenlijk de kooktemperatuur van de geconcentreerde vloeistof, die is gelijk aan de kooktemperatuur van zuiver solvent. Bij water is dat bij standaardomstandigheden 100 graden Celsius. Plus de KPV, en KPV is dan de kookpuntsverhoging. Als laatste de capaciteitsvergelijking, dat is de vergelijking van de warmtewisselaar. Dan is jouw overgedragen warmte is gelijk aan de overal warmteoverdragscoëfficiënt K keer de oppervlakte van het warmteoverdragend oppervlak keer de delta T, het temperatuurverschil tussen het stoom en het mengsel in het vat. En die overgedragen warmte Q is dan ook gelijk aan S keer hoofdletter S min S keer kleine letter S. En eigenlijk is het enige verschil hier tussen is S keer de verdampingswarmte van het stoom. Dan wil ik nu eerst even beginnen met wat algemene aspecten rondom de warmtewisselaar. Die heb ik vorige keer overgeslagen. De capaciteitsvergelijking zijn eigenlijk twee varianten van de capaciteitsvergelijking die je kunt gebruiken. Eentje ervan is dat je stoom als verwarmingsmedium hebt. Dan heb je Q is K keer A keer delta T. Maar als je olie als verwarmingsmedium hebt, dan is jouw delta T niet overal in je warmtewisselaar gelijk. Want de warmte die je uit de olie haalt, die haal je door het afkoelen van de olie. Dus dan heb je niet overal hetzelfde temperatuurverschil. Daarom moet je een logaritmisch gemiddelde temperatuurverschil pakken. Dat is dan delta TLM. Hoe dat precies in formulevorm eruit ziet, dat laat ik zo zien als ik meer symbolen laat zien over het gebruik van olie als verwarmingsmedium. Meestal wil ik iets vertellen nog over de overal warmteoverdragscoëfficiënt. Heb ik hier even schematisch een verwarmingsmedium, een scheidingsband en een verdampende vloeistof. Want dat is eigenlijk waar jouw weerstand in zit, waar in ieder geval waar jouw warmteoverdragscoëfficiënt in zit. En in formulevorm kun je die op deze manier uitrekenen, de overal warmteoverdragscoëfficiënt. Die is 1 over K. Is 1 over alfa Vm plus d over lambda W plus 1 over alfa ver. Alfa Vm is de warmteoverdragscoëfficiënt aan de verwarmingsmediumzijde. Ja, d over lambda W is de weerstand in de scheidingswand. Anders gezegd, dat is jouw dikte van de scheidingswand gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal waar de scheidingswand van is gemaakt.
Jouw alfa van de verdampende vloeistof is gewoon jouw warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de kant van de verdampende vloeistof. En die kun je bij elkaar als het ware optellen door 1 gedeelte k gelijk te stellen aan 1 gedeelte alfa wm plus d gedeelte lambda w plus 1 gedeelte alfa ver van de verdampende vloeistofkant. Dan nog iets over de warmteflux, eigenlijk de warmtestroomdichtheid door het verwarmingsmedium heen. En dat kun je berekenen door jouw warmtestroom Q te delen door het warmteoverdraagend oppervlak. En die is dan gelijk aan de overal warmteoverdrachtscoëfficiënt keer delta T, dus keer het temperatuurverschil. Dus als je hier ziet voor deze formule, en voor dit stukje pak ik even stoomverwarmingsmedium, je zou hetzelfde kunnen doen met delta TLM, maar dan krijg je net wat andere effecten die plaatsvinden. Over het algemeen kun je een hoge warmteflux krijgen door of een hoge waarde van K te nemen en een hoge waarde van delta T te nemen. En een hoge waarde voor K dat is gunstig, alleen een hoge waarde voor delta T hoeft niet per se gunstig te zijn, omdat er bepaalde effecten plaatsvinden binnenin de verdamper. En dat ziet er visueel zo uit. Dus als ik hier mijn delta T op mijn horizontale as zet en mijn warmteflux op de verticale as zet, heb ik eigenlijk vier verschillende stukken in de curve als je kijkt naar de warmteflux over de temperatuur. Nou goed, die vier gebieden, het eerste gebied heb je eigenlijk alleen maar warmteoverdracht door convectie. Dus hoe groot jouw delta T dan is, hoe beter jouw warmteoverdracht is. Als je delta T een stuk groter wordt, dan beginnen de damppellen te ontstaan op het warmtewisselend oppervlak. In eerste instantie is dat gunstig, omdat je dan extra convectie krijgt, omdat de damppellen ontstaan en dan opstijgen vanaf het warmteoverdraagend oppervlak. En dan krijg je eigenlijk een veel snellere, veel betere menging en eigenlijk is dat een gunstig effect voor jouw convectie. Waardoor jouw warmteoverdrachtscoëfficiënt op de verdampingszijde omhoog gaat, waardoor eigenlijk jouw K omhoog gaat op die manier. Het probleem is, als jouw delta T te hoog wordt, dan ga je een filmlaagje krijgen, ga je een dun damplaagje krijgen op het warmtewisselend oppervlak. En als je een damplaag hebt op het warmtewisselend oppervlak, dan moet de warmte eerst door de damp heen voordat het bij de vloeistof komt. En de damp die geleidt slecht, waardoor jouw alfa, jouw warmteoverdrachtscoëfficiënt aan jouw verdampende vloeistofkant, die wordt dan een stuk kleiner. En daardoor wordt jouw K weer kleiner, waardoor de warmteflux lager wordt. Maar als de temperatuur dan weer nog hoger wordt, dan begin je stralingsvetten plaats te vinden. En dan krijg je extra warmte in jouw vloeistof door straling. Dat gaat dan gewoon dwars door de damplaag heen en dat gaat dan de vloeistof in. Dus dan begint dat weer plaats te vinden en dan krijg je toch weer een goede warmteflux. En op die manier kun je wel weer een hoge Q over A krijgen, maar eigenlijk is je Q over A optimaal als je kleine apparatuur gebruikt. Want dan wordt je oppervlak, je warmteoverdracht, het oppervlak wordt laag. Als je A laag is, wordt je Q over A hoog. En daarnaast is een hoge delta T niet gunstig, omdat het ontzettend veel energie kost om dan je verwarmingsmiddel op die temperatuur te krijgen. En dan heb je ontzettend veel energieverlies. Dan heb ik even nog wat getallen om aan te geven wat nou een optimale warmteflux kan zijn, bij welke delta T dat dan is. Dan heb ik wat voorbeelden voor een stalen scheidingswand. En dan heb je voor, als je een benzine aan het oplossen aan het indampen bent, als je maximale Q over A 260 kW per vierkante meter bij een delta T van ongeveer 56 Kelvin. En als je water aan het indampen bent of een waterige oplossing aan het indampen bent, is je maximale QA ongeveer 1280 kW per vierkante meter. En daar is je delta T ongeveer 83. Dus niet zo dat die grenzen hier allemaal vaststaan, maar dat is een beetje om orde grootte aan te geven. Dit is eigenlijk alles wat ik wilde vertellen over de warmtewisselaar zelf. Heb ik nog wat dingetjes over olie als verwarmingsmedium. Dus je kunt olie als verwarmingsmedium gebruiken in plaats van stoom. En dan vind je warmteoverdracht dus plaats door het afkoelen van de olie. Bij het afkoelen van de olie komt warmte vrij. Dat wordt dan opgenomen door de verdampende vloeistof. En hierbij vindt dus geen condensatie plaats, vindt alleen maar afkoeling plaats. Met symboolgebruik gebruik ik dan O als debiet voor de olie. TO in en TO uit voor de temperatuur van de ingaande olie en de uitgaande olie. En ik heb twee keer een kleine letter H om de totale entropie te beschrijven. Dat zijn maar HO in en HO uit. Omdat beide termen maar uit één term bestaan. Beide termen voor de entropie bestaan maar uit één term. Dat is namelijk het verwarmen van het olie van de referentietemperatuur tot de temperatuur van het medium. Nou, voor je capaciteitsvergelijking, dus jouw overdragen warmte is dan K keer A keer delta TLM. En delta TLM, dat is het logaritmisch temperatuurverschil. En die kun je met behulp van deze formule kun je die uitrekenen. In de teller is het verschil tussen TO in min TL en TO uit min TL. En dat deel je dan door ln TO in min TL over TO uit min TL. En die overgedragen warmte is dan alleen maar van het afkoelen van het olie. Dat is dan dus, die Q is dan gelijk aan O keer kleine letter HO in min O keer kleine letter HO uit.
Nou, de herschreven entropiebalans ziet er dan als volgt uit. Dus aan de kant van de verdampte mengsel blijft het gelijk. Maar aan de kant van de verwarmingsmeding verandert dat, omdat je nu O keer HO in min O keer HO uit hebt. Dat is dus het afkoelen van het olie, dat is je overgedragen warmte, is er gelijk aan V keer HV plus L keer HL min F keer HF. En voor het overzicht heb ik hier nog even de formules voor alle totale entropieën van alle stromen gezet. Dus hier is de formules voor hoofdletter HV, kleine letter HL en kleine letter HF. Ik ga niet te veel in detail op in, want die hebben we vorige keer al gedaan. Hier hebben we de formules voor kleine letter HO in en kleine letter HO uit. Dat is alleen maar de CP van de olie keer het temperatuurverschil tussen de temperatuur van de olie en de referentietemperatuur. Als je hier naar kijkt, dan zou je dus hier O keer HO in min O keer HO uit. Dat zou je kunnen herschrijven tot O keer CP keer TO in min TO uit. Want dat is in wezen als je deze twee termen van elkaar haalt en je lost dat een beetje op, dan kom je daarop uit. Nou, dat is over een stukje over het gebruik van olie als verwarmingsmedium. Nou, het laatste stukje voor vandaag wat ik wil gaan behandelen is een berekenen met een proces met een bestaande verdamper. En als je een bestaande verdamper hebt, dan heb je een aantal dingen die bekend zijn. Je hebt het debiet van de voeding die bekend is. Je hebt de massafractie van de voeding die bekend is, want dat is eigenlijk jouw uitgangspunt. De temperatuur van de voeding is bekend. De temperatuur van je verwarmingsmedium is in principe bekend. Je werkdruk is bekend. En wat daarnaast bekend is, is de oppervlakte van het warmtewisselend oppervlak. Want je hebt namelijk een bestaande verdamper. Daar heb je al een aantal pijpen in. Je hebt daar al een bepaalde warmtewisselaar in zitten. En dus die A, die is al gegeven, die is al bekend. En wat nog niet bekend is, is jouw fractie samen, of jouw kokingsvermogen is niet bekend. De temperatuur in het vat is niet bekend. Maar dat komt omdat de samenstelling van het product nog niet bekend is. En de reden daarvan is dat je gaat kijken tot hoever jij jouw mengsel, jouw voeding in kan dampen met behulp van die verdamper. En wat je uiteindelijk ook gaat doen, je gaat uiteindelijk ook daar een formule voor maken, dat je kunt berekenen tot welke temperatuur en tot welke massafractie jij jouw verdamper kunt inzetten. Als je dat eenmaal weet, dan kun je ook weer het debiet van de geconcentreerde vloeistof bepalen. Dan kun je het debiet van de dampstroom bepalen en dan kun je het debiet van het verwarmingsmedium bepalen. Dit hebben wij net al gezegd, dus je gaat kijken tot welke waarde van XL je de oplossing kan krijgen. En de eerste drie punten die je moet bepalen, die bepaal je met behulp van een grafiek. Dat ga je grafisch bepalen. En dat doe je door twee lijnen te plotten voor de kookpuntsverhoging als functie van XL. En bij het snijpunt van die twee grafieken, dat is het punt waarbij je een XL hebt en een KPV hebt waarmee je kunt werken. En hoe je tot die grafieken komt, dat laat ik in de volgende dia zien. De samenstelling van de geconcentreerde vloeistof kun je uit de deelbalans van de oploste component halen, als je eenmaal weet wat XL is. Als je het debiet van de geconcentreerde vloeistof weet, kun je met behulp van de totale materiaalbalans het debiet van de dampstroom bepalen. En met behulp van de capaciteitsvergelijker en de entropiebalans over de verdamper kun je bepalen wat het debiet is van het verwarmingsmedium. Nou, de lijnen om de KPV te plotten als functie van XL die komen eigenlijk uit verschillende gegevens. De ene daarvan heeft te maken met de eigenschappen van jouw oplossing. Nou, dat kunnen gegevens met tabellen zijn, dat kan met behulp van een duurriniagram zijn, dat kan met behulp van een formule voor verdunde oplossingen zijn. Ook daar zijn we vorige video wat meer op ingegaan. En daarom wil ik ook nu eigenlijk alleen maar uitgaan bij dit voorbeeld met een tabel met gegevens, want dat maakt het even wat makkelijker. De andere vergelijking komt uit de capaciteitsvergelijking van de warmtewisselaar en de entropiebalans over het systeem. En daarmee kijk je eigenlijk van welke kookpuntsverhoging het systeem met verschillende maxfracties aan kan. De eerste lijn is in principe altijd al te tekenen, of je kijkt in het duurriniagram of je berekent voor verdunde oplossingen bij verschillende fracties uit wat de KPV is. Maar in dit geval heb ik al een gegeven KPV. Ga ik even de Perry een beetje goed zetten, want die wilde vandaag erbij zijn, maar goed, die moeten wel blijven zitten. Goed, dus je zet voor verschillende waarden van XL zet je de KPV-waarde uit. Vergeet dan niet om altijd in massafracties te werken in plaats van massapercentages, omdat je ook in andere formules de massafracties steeds invult. Goed, dan zet je al die punten in een grafiekje, dan plot je vervolgens de lijn en heb je in ieder geval één van de twee lijnen te pakken. En daarna wil je een vergelijking maken voor de kookpuntsverhoging als functie van XL uit de capaciteitsvergelijking. Daar gebruik je twee vergelijkingen voor. De capaciteitsvergelijking Q is K keer A keer TS min TL. Ik heb de delta T die in de formule staat hier alvast eventjes uitgeschreven. En daarnaast de overgedragen warmte, dus Q is S keer delta HS. En Q is S keer delta S volgt eigenlijk uit het entropieverschil tussen de ingaande stoom en de uitgaande stoom.
En omdat die Q gelijk aan elkaar is, kun je die aan elkaar stellen. Dus dat betekent dat S keer delta HS gelijk is aan K keer A keer tussen haakjes DS min TL. Nou, S keer delta HS, dat is in wezen jouw herschreven entropiebalans, waarbij je overgedragen warmte gelijk is aan je opgenomen warmte. En die gaan we in dit geval eventjes wat vereenvoudigen, omdat anders je ontzettend veel verschillende waarden met verschillende waarden van CP hebt. En daar wordt de formule ontzettend onoverzichtelijk van. Ik laat het straks op het einde even zien hoe die formule eruit ziet als je dat niet verwaarloost. Maar voor nu, voor het rekenen, ook wat je bij opgaven kunt gebruiken, gaan we even uit van een vereenvoudigde entropiebalans. Dan zeggen we eigenlijk dat de overgedragen warmte gelijk is aan het verdampen van de damp, plus het verwarmen van de voeding van de voedingstemperatuur tot de temperatuur dat het in het vat is. En daarbij nemen we dus in wezen aan dat alle CP-waarden constant zijn. Nou, dat klopt niet. De CP-waarde van een geconcentreerde vloeistof is vaak iets hoger dan de CP-waarde van een voeding. En de CP-waarde van een dampfractie is vaak wat lager. Maar goed, even voor het rekenwerk nemen we aan dat alle CP-waarden constant zijn. Een CP-waarde zou ik eigenlijk continu verder pakken als CPF, de CP van de voeding. Dus in wezen neem dan aan dat alle CP-waarden gelijk zijn aan de CP van de voeding. Nou, formulevorm is de formule voor S delta S dan als volgt. Die is dan gelijk aan V keer delta HV. Dat is de energie die je nodig hebt om de damp te verdampen. Plus F keer CP keer TL min TF. Dat is de energie die je nodig hebt om de voeding te verwarmen van TF tot TL. Nou, dan kun je de vereenvoudigde entropiebalans en de capaciteitsbalans combineren. Je hebt namelijk een vergelijking voor S keer delta HS vanuit je capaciteitsvergelijking. Je hebt een vergelijking voor S keer delta HS vanuit jouw vereenvoudigde entropiebalans. Dat is in principe aan elkaar gelijk en dan krijg je de volgende vergelijking. En omdat je iets met de kookpuntsverhoging wilt, je wilt iets met de KPV, kun je de vergelijking wat vereenvoudigen door gebruik te maken van TL is gelijk aan TK sol plus KPV. Want jouw temperatuur in het vat is de temperatuur van zuiver solvent plus de kookpuntsverhoging. En dan kun je beide TL'en in de vergelijking vervangen door TK sol plus KPV. En als je dan kijkt naar de verkregen vergelijking, heb je nog maar twee termen die onbekend zijn. Dat zijn namelijk het debiet van de dampstroom V en de kookpuntsverhoging. En hierbij is V een functie van XL. Dus kun je die straks omzetten als een functie van XL, zodat je in de vergelijking alleen maar XL en KPV overhoudt. En die kun je dan vervolgens plotten in een grafiek. En de andere dingen zijn over het algemeen gegeven. Temperatuur van zuiver solvent is gegeven. Temperatuur van de voeding is een van je uitgangspunten. Jouw voedingsgebied is een van de uitgangspunten. CP-waarde is gegeven. Jouw delta HV-waarde is gegeven. Jouw overal warmteoverdrachtscoëfficiënt is het algemeen gegeven. Temperatuur van je stoom is een uitgangspunt die is gegeven. En dan heb je eigenlijk alleen maar KPV en V over als onbekende. En om van V een functie van XL te maken, gebruik je de massabalans over het systeem. Dan gebruik je de totale materiaalbalans en de deelbalans van de opgeloste component. Nou, de totale materiaalbalans die kun je schrijven tot V is F min L. En de deelbalans van de opgeloste component kun je schrijven van F keer XF is L keer XL tot L is gelijk aan XF over XL keer F. Nou, daarna kun je in de vergelijking van V de L vervangen door de vergelijking van L uit de deelbalans van de opgeloste component. En dan krijg je de gecombineerbalans, dan is V gelijk aan F min L. Dus V is dan gelijk aan F min XF over XL keer F. Dat is gelijk aan tussen haakjes E min XF over XL keer F. Nou, daarna kun je de V in de vergelijking vervangen door de verkregen vergelijking van V, waarbij je XF en F bekend zijn en waarbij XL nog onbekend is. En dan krijg je de vergelijking die hieronder staat, waarin alleen maar XL en KPV de onbekende zijn. Nou, die kun je met dat rekenwerk herschrijven tot de onderstaande formule. Dat KPV gelijk is aan in de teller K keer A keer TS min TK sol min dus haakjes E min XF over XL keer F keer delta HV min F keer CPF keer TK sol min TF. En dat is dan gedeeld door F keer CPF plus K keer A. In principe is dit een vergelijking die je kunt gebruiken. Want deze vergelijking, je hebt een aantal waarden voor XL, dan kun je de waarde voor XL invullen en daar volgt dan een KPV uit, want je hebt een directe formule om KPV te berekenen met een waarde voor XL. En als je dat doet, dan kun je die tweede lijn tekenen. Nou goed, ik laat het niet helemaal zien, loopt die altijd steeds een stuk verder omhoog. En dan heb je een snijpunt en in dat snijpunt, dat is eigenlijk jouw werkpunt, dan heb je een KPV die je af kunt lezen en dan heb je een XL die je af kan lezen. In dit geval is je kookpuntsverhoging 7,5 Kelvin en is jouw XL is 0,22. En als je eenmaal een XL hebt, dan kun je vervolgens weer verder rekenen. Dan kun je weer het debiet van de geconcentreerde vloeistof bepalen. Dan kun je het debiet van de dampstroom bepalen. Dan kun je eventueel de entropiebalans oplossen door de overgedragen warmte te berekenen en je stoomdebiet te bepalen.
Maar daarvoor moet je x eerst xL berekenen en daarvoor moet je deze methode toepassen. Nou, ik zal ook nog laten zien wat er gebeurt met de formule als je niet aanneemt dat de cp-waarde gelijk blijft. Ik moest het qua lettergrootte even flink verkleinen omdat het anders niet oppaste. Maar er zitten gewoon wat meer termen bij omdat jouw cp-waarden niet gelijk zijn. Dus wat vereenvoudigen, dat lukt niet. Dus je ziet dan weer dat de TRF weer terugkomt, de referentietemperatuur, bij entropieberekeningen komt weer terug. En die was weggevallen als je cp-waarden gelijk zijn, maar goed, dat is hierbij niet het geval. Maar zoals ik al eerder aangaf, het verschil is minimaal. Het verschil is maar ongeveer 1 tot 3% bij, ook lang niet bij alle kookpasverhogingen die eruit komen. En de afwijking met het tekenen en met het aflezen is al groter dan dat jij hier hebt met het berekenen van de KPV. Dus vandaar dat je de vereenvoudigde blijking mag gebruiken. Ik heb een opgave waar je mee kunt oefenen. En in deze opgave kun je een bestaande verdamper inzetten om een lithiumchloride oplossing in te dampen. Nou, massabief van de oplossing is 3 kg per seconde. Het heeft een lithiumchloride gehalte van 4 massaprocent. Een voedingstemperatuur van 10 graden Celsius en als verwarmingsmedium wordt verzadigstoom van 150 graden Celsius gebruikt. Daarbij worden 3 dingen gevraagd: de massafractie lithiumchloride in de uitgaande oplossing, de kooktemperatuur van de oplossing in de verdamper en het massagebied van de uitgaande oplossing. Nou, daarvan zijn heel veel dingen zijn al gegeven. Daarbij was een tabelletje gegeven met de kookpasverhoging voor verschillende massapercentages in lithiumchloride. Ik heb hier schematisch alle gegevens staan die in de vraag stonden. Dus het gebied van de voeding, de massafractie in de voeding, temperatuur van de voeding, temperatuur van de stoom, temperatuur van zuiver solvent, de dampingsentropie. Nou goed, alle gegevens verder die bekend zijn. Alvast een tabelletje gemaakt met aan de ene kant een kolom voor de gegevens die in de vraag stonden. Aan de andere kant alvast een kolom voor de kookpuntverhoging die uit de formule komt. De formule is als volgt, dus het is een kwestie van elke keer een waarde voor XL invullen. En dan goed, alle waarden netjes invullen en dan steeds nieuwe waarden voor XL invullen, zodat je een kookpasverhoging krijgt voor elke massafractie. Als je het allemaal netjes invult, dan krijg je wat waarden eruit. Dus je kunt even kijken of dat een beetje overeenkomt met waarden die je had. En als dat niet zo is, dan is het hoogstwaarschijnlijk ergens een haakje. Dat is het altijd bij dit soort dingen, dus dat is altijd goed om even op te letten. Wat misschien handig is, is als je zo'n vraag uitwerkt om de losse termen eerst uit te rekenen die altijd vast zijn. K keer A keer TS min TK sol, dat is een vaste term. De F keer delta HV is een vaste term. Nou goed, dit is een getal wat eruit komt. En dan kun je een wat vereenvoudigde formule maken waarbij alleen XL een onbekende is. Nou goed, dan blijft deze breuk waarschijnlijk nog wel staan, maar dan nog is het iets makkelijker dan elke keer terug te pakken. Aan de andere kant hebben de rekenmachines over het algemeen de functie dat je in een vorige formule kan zitten en dan kun je de XL veranderen en dan krijg je hetzelfde. Dus je kunt een beetje kijken wat voor jezelf prettig werkt. Eenmaal de gegevens eruit, dan kun je de lijn plotten. Dus dan krijg ik deze twee lijnen. Ik heb de getallen natuurlijk zo gekozen dat het ongeveer netjes afleesbaar uitkomt. Dus in dit geval komt er een kookpuntsverhoging uit van 10 Kelvin en een XL van 0,25. Dan heb je twee van de drie dingen die je wilde berekenen, heb je dan berekend, of eigenlijk bepaald, namelijk de kookpuntsverhoging en XL. Nou goed, met de kookpuntsverhoging kun je ook berekenen wat de kooktemperatuur in het mengsel is. TL is. TL is dan gelijk aan 100 graden jouw TK sol plus 10 jouw kookpuntsverhoging. Dan kom je uit op een TL van 110 graden Celsius. Het andere gedeelte wat gevraagd was, was de debiet van L. Nou, het debiet van L kun je uit de deelbelast van de opgeloste component halen. Die is namelijk F keer XF is L keer XL. En daaruit volgt dat L gelijk is aan XF over XL keer F. Dat is dan 0,04 gedeeld door 0,25 keer 3. Dan kom je uit op een L van 0,48 kilogram per seconde. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk was. Perry die is afgehaakt, die was gaan zitten, die was moe van mijn schouder. Dus die heeft lekker verder op mijn bureau gezeten en die kwam zijn tijd verder wel door. Dus dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.